Zondag 18 juli is de Mensenrechten Kunstroute in Leiden geopend. De stadswandeling neemt de wandelaar mee langs 19 locaties met een relatie met mensenrechten en 3 kunstwerken die speciaal voor deze route zijn gemaakt. En die gebouwen hebben allemaal iets te maken, een historie met mensenrechten. Zoals de universiteit heeft een relatie met de vrijheid van meningsuiting. En de bakkerij, dat heeft iets te maken met armoede en asiel. De route is ontworpen op initiatief van Amnesty Leiden en met hulp van vrijwilligers. Mensenrechten, dat is iets van oud. Hè. Dat was toen ook al een grote kwestie van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie. En dat is ook nog heel erg actueel. Want de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook nu een hele grote item waarover gepraat wordt. En wat wij proberen is zeg maar de hedendaagse discussie rond mensenrechten te verbinden met de historie. Om echt de betekenis van mensenrechten te laten zien. Wethouder Fleur Spijker was aanwezig bij de opening van de route. Ze vindt mensenrechten en met name vrijheid erg belangrijk voor de stad. Als we het hebben over vrijheid in onze stad, dan hebben we het over vandaag. Hebben we het over morgen, maar we hebben het bijvoorbeeld ook over het verleden. 1574, eigenlijk vieren we de vrijheid natuurlijk ultiem op 3 oktober. Zo nu en dan stilstaan bij je vrijheid is gewoon heel belangrijk. De 3 kunstwerken op de route zijn tot eind 2021 te zien. Deze zijn speciaal gemaakt om de verbindingen tussen de betreffende locatie en mensenrechten te tonen. Roept natuurlijk heel veel bij de mensen op. Bijvoorbeeld het Kamerling-Onnes gebouw is iets heel moois neergezegd. En dat roept bijvoorbeeld bij mij ook wel een bepaalde angst op. En het gebouwtje wat daar is neergezet, het kunstwerk wat is neergezet, is eigenlijk een boot. Hè? En verwijst ook naar de vluchtelingen die met bootjes overgaan. Bij de oude UB op het Rapenburg staan hele grote spiegels. Die zijn gemaakt door Emma van Noord. En die schijnen zo, dat je zo ziet, de lucht en de wolken. En dat geeft natuurlijk van de ruimte van denken, de ruimte, de vrijheid van meningsuiting. Dus dat is een prachtig symbool naast het oude gebouw waar het college van bestuur van de universiteit zit.